Ik wil iedereen van harte welkom heten bij dit webinar. Ditmaal gaan we me geven met SendCloud, een logistieke partij. Ja, daar gaan we dan. We gaan beginnen. Nou, voordat we eigenlijk echt gaan beginnen, wil ik eventjes een paar korte mededelingen. Aan de rechterkant heeft u een paneel. Hier kunt u al uw vragen stellen tijdens het webinar. Echter zullen wij deze pas aan het einde beantwoorden. Wij zullen dit webinar uiterst maandag, waarschijnlijk veel eerder, op salesshop.nl onder het kopje resources en webinars hebben staan. Maar we zullen u ook nog de opgenomen versie toesturen per e-mail zo snel mogelijk. Voor het geval dat u iets gemist heeft en het nog eens een keertje rustig terug wilt kijken. Nou, even kijken. Voordat we verder gaan, even voor mezelf voorstellen. Ik ben Robin, product marketeer bij Salesshop. En samen met Savi, mede-eigenaar, co-owner van SendCloud, gaan we dit webinar aan u geven. Nou, eventjes voor de mensen die nog niet bekend zijn met SalesShop. Als u al wel bekend bent met SalesShop, dit is heel kort. We gaan er zo snel mogelijk doorheen. Ik wil eventjes een korte introductie van SalesShop geven en haar ecosysteem. Dus wij zijn een cloud-based e-commerce software met meer dan 8.500 webwinkeliers. En zijn inmiddels marktleider in de Benelux. Nou, we hebben dus ook een kantoor in Duitsland en in Noorwegen, waarvan wij de Duitsstalige en de Scandinavische markt bedienen. Nou, als filosofie hebben wij als bedrijf dat je als ondernemer enkel succesvol kunt zijn door te focussen waar je het best op bent. Daardoor hebben wij het ecosysteem om ons heen gebouwd, waar we onze klanten voorzien van specialisten op elk gebied. En dit ziet u dan vervolgens terug in de App Store. Maar wat zijn deze apps nou eigenlijk? Nou, als e-commerce ondernemer heeft u hoogstwaarschijnlijk naast een Salesforce platform ook andere soorten software, bijvoorbeeld een ERP-systeem, e-mailmarketing, boekhoudersoftware of iets dergelijks. Nou, in de basis, de koppelingen die wij hebben in onze App Store zijn generieke koppelingen met dit soort systemen, maar het gaat ook een stapje verder dan alleen een koppeling. We hebben ook tal van uitbreidingsmogelijkheden die in staat stellen een succesvolle onderneming te creëren. Voor in uw webwinkel. Nou, inmiddels zitten we volgens mij rond de 110 verschillende apps op dit moment. En daar kunt u meer traffic mee genereren, conversieoptimalisatie, klantloyaliteit, sociale integratie, automatisering, verzendingen uitbesteden, noem het maar op. Dus als ik dit even kort samenvat, wat u mee met een app kunt doen. U kunt 1. Tijd besparen, 2. Een unieke ervaring creëren voor uw webwinkel of meer omzet genereren. Nou, een van de apps die we in de App Store hebben is de app van SendCloud. En in de komende 30 à 40 minuten gaan we doorschakelen naar Savi, die u alles over deze app gaat vertellen. Savi, ik ga de presentatie aan jou geven. Yes. They're all yours. Yes, dankjewel, dankjewel. Ja, Robin, als eerste wil ik je bedanken voor je intro. Nou, en dan wil ik je nogmaals ook nog eens bedanken dat wij onze app even mogen laten zien en een korte webinar. SendCloud is 2,5 jaar ongeveer begonnen met drie jongens. Een van is Rob van Heuvel, Bas Mulders en ikzelf. 2,5 jaar ongeveer geleden begonnen en we hebben zelf webshops gehad. Tijdens de studie met nog eens een bijbaantje erbij. Onze webshops die liepen heel goed. Na schooltijd even snel naar huis rennen. Alle pakketjes inpakken, zegeltje erop, verzendzegeltje erop en afleveren bij een postkantoor. We waren weliswaar niet altijd op tijd, waardoor dus onze klantjes moesten wachten. Omdat we dus die zegeltjes moesten uitprinten online eventueel. Of als het niet kon, dan moesten wij dus bij de postkantoor €6,95 betalen. En de doorbraak was in principe tijdens een brainstorm sessie dachten we, laten we eens een deal afsluiten met Groupon. En dan gaan we wat stylus-pennetjes verkopen. Nou, de stylus-pennen gingen lekker. Dus alle producten erop gezet. En na 3 dagen kregen wij
ongeveer 3000 orders. Ja, wij superblij natuurlijk, uiteraard dachten we 3000 orders. Hé hey, jongens, we hebben goed geld verdiend. Nadat de deal afgelopen was, moesten we dus alles gaan inpakken en labelen. Toen kwamen we tegen het probleem aan van, hé hey jongens, 3.500 orders, 3.500 keer adres, postcode, huisnummer, e-mailadres, overtikken in een ander systeem. Hoe gaan we dat doen? We hebben ondertussen dus ook nog gezocht naar een ander systeem en dacht, nou goed, we konden geen enkel systeem vinden die hetzelfde, die dat dus mogelijk maakte. Dus na ongeveer 35 uur, 40 uur aan copy-pasten, na de deal waren we bij elkaar gekomen. We dachten, nou jongens, dat gaan we echt nooit meer doen. Of we gaan nooit meer zo'n deal fixen, of wij gaan een geautomatiseerd systeem fixen. Want dat is nu 2012, er moet toch wel een automatisering zijn. Nou, dat was het dus niet. We dachten, nou, wij gaan het zelf bouwen. Dat was het probleem dat we in principe zelf tegenaan waren gekomen. En dat probleem hebben we dus middels opgelost door SendCloud tot leven te roepen. Nou, dat is in principe een korte intro van het ontstaan van SendCloud. En je zult natuurlijk wel denken van, nou goed, wat betekent SendCloud en wat voor probleem lossen jullie op? Nou, het probleem van de webshops is eigenlijk in het logistieke gedeelte dan, stel je voor je hebt wat ordertjes binnen, nou, dan moet je al die orders overtikken in een ander systeem. Nou, dat is een tijdrovend werk, het liefst wil je daarmee niet bezighouden, het liefst wil je je bezighouden met verkoop van je producten. Daarnaast is het ook nog relatief duur, 6,95 voor een zending betalen bij postkantoor en zeker niet efficiënt. Aangezien je nog alle bonnetjes moet bewaren, einde van kwartaal nog in de boekhoudsysteem één voor één inkloppen. En daarnaast zit er ook nog een stukje complexiteit in het retourproces. Dus alles wat je verzendt, er zijn altijd consumenten die het product niet willen. Dus die sturen dat terug. Nou, dan is de verwachting eventueel, hè, als extra service, is dat je zelf de retour voor de consument regelt. Nou, dat zijn in principe de problemen voor de verzendingen, waar wij ook tegenaan liepen. En dat hebben wij opgelost door dat, even kijken, mijn scherm blijft heel even vast. Zo. Door SendCloud in het leven te roepen, wat doen wij dan eigenlijk? Nou, rechts ziet u dus een e-commerce betalingsverkeer, dat is meer als een voorbeeld om duidelijk te maken. We zijn eigenlijk een soort van payment service provider, alleen voor het logistieke gedeelte. Links op het bolletje ziet u dus SendCloud, daarboven de logistieke partijen, daaronder alle webshops. Dus wij koppelen webshops met ons systeem en ons systeem is dan weer gekoppeld met de logistieke vervoerders. Wij zorgen ervoor dat de logistieke vervoerders een lagere verzendprijs in rekening brengen. Dus door onze bulkcontracten hebben wij ervoor gezorgd dat onze klanten goedkoper hun pakketjes kunnen versturen. Jij als kleine webshop zijnde betaal je, laten we zeggen, als consumentenoplossing 6,95. Nou, bij ons begint het al bij €5,75. Of €5,20 via DHL, PostNL. Het is een simpele plug-and-play oplossing. Daar kom ik later nog eventjes op terug hoe dat te installeren is. En wij combineren meerdere vervoerders. Dus in principe ben je niet verbonden aan één vervoerder. De consument die bepaalt, die zegt, nou, ik wil mijn pakket via DHL verzenden. Nou, dan wordt het via DHL verzonden door je. Want je wil je consument niet teleurstellen. Heeft iemand een slechte ervaring met DHL, nou, dan kan het eventueel PostNL worden. Of andersom, of DPD. He, dat is allemaal mogelijk. Dus wij dichten het gat tussen de e-commerce en de logistiek via onze platform.
En uiteindelijk zou je zeggen dan, oké, nou goed, waarom zou ik dan voor jullie gaan kiezen? Ondertussen in die 2,5 jaar dat we actief zijn, zijn er al 1100 webshops die dagelijks gebruik maken van onze platform. In actief in België en in Nederland. En vanaf augustus gaan we richting Duitsland. Nou goed, er gaan behoorlijk wat zendingen richting België. En het is niet altijd even makkelijk om ook al die producten eventueel retour te krijgen. Dat retourproces vergemakkelijken wij door in principe ook nog eens een bulkcontract afgesloten te hebben met bpost. We zijn in België voor onze Belgische klanten actief met bpost. En daarmee maken we dan ook het voordeel is daarvan is dan ook nog eens dat alle klanten in Nederland hun producten relatief goedkoper terug kunnen halen. Dus de Belgische consument kan via bpost het pakketje retour sturen. Nou, in Duitsland precies hetzelfde. Vanaf augustus lanceren we in Duitsland. Dus alle producten die eventueel in Duitsland gaan, of als je als webshop zijnde in Duitsland gevestigd bent, kan je dus dan ook gebruik maken van de Duitse vervoerder via ons systeem. Het is sowieso goedkoper verzenden, omdat wij dan al een contract aangaan, een bulkcontract met de vervoerders. In die 2,5 jaar zijn we best wel wat kunnen bereiken. En dat is niet weggebleven bij bepaalde bedrijven zoals Deloitte of The Next Web, Red Herring. Daar zijn we voor genomineerd geweest. En bij de Deloitte Fast 50, de Rising Star onderdeel daarvan, die hebben we gewonnen. En daar zijn we heel erg trots op. En als het goed is doen wij volgend jaar mee met de Fast 50. En dit allemaal zorgt ervoor dat wij heel veel tevreden klanten hebben. 50% van onze klanten ongeveer, dus de helft ervan, die geeft ons een cijfer tussen 9 of 10. Dus ja, vrij hoog. Ik kom straks nog eventjes terug op de kosten en eventueel de voordelen, wat eventueel kan met de vervoerder. Ik ga nu heel eventjes laten zien hoe de applicatie werkt. Ik denk dat iedereen wel bekend is met SEO Shop Dashboard. Nou, als u eenmaal inlogt in uw SEO Shop, op de achterkant is dan de dashboard. In de App Store zijn wij terug te vinden, dus wat Robin heeft gezegd. En hier kunnen we dan op zoek gaan naar SoundCloud. Hier is die zoek. In de App Store van SEO Shop hebben we twee apps. Eén daarvan heet de Scan & Go module. Dat is eigenlijk het versnellen van je webshop, het logistieke gedeelte van je webshop, die middels een scanner werkt. Daar kom ik later nog eventjes op. Het eerste installatie gebeurt via de importer, in principe de standaard SendCloud account. We zien ook netjes dat vandaag een webinar is gepland. Ja, hierin kun je dus in principe installeren. De installatie gebeurt middels een knopje drukken, de gegevens van je webshop, van je SEO shop invoeren. Vraagt hier om de gegevens, wachtwoord en gebruikersnaam van SEO shop. En als dat eenmaal gebeurd is, dan is je shop gekoppeld. Mijn is al reeds gekoppeld, dus ik zal hem niet nog een keer koppelen. En hieronder een korte beschrijving. Met een kleine case study die we hebben gemaakt met een van onze klanten, Jax. Jax bespaarde ongeveer 3 minuten per order, omdat hij alles over moest tikken in een software van PostNL, de parcelware. En daarmee bespaarde hij ook nog eens 23% op verzendkosten. Dus tijd en en geld. Besparing in dit geval. Als je het applicatie eenmaal geïnstalleerd hebt, dan krijg je van ons een e-mail, gebruiksnaam en wachtwoord, en je kan inloggen. Je logt in op panel.sendcloud.nl, gebruiksnaam, wachtwoord, en dit is dan de dashboard wat je hebt
vanuit ons. We zien een C-shop icoontje. Het enige wat je in principe ervoor hoeft te doen is erop te klikken. Nou, ons systeem haalt alle orders van C-shop binnen in SendCloud. Nou, ik heb drie testordertjes erin zetten. Ik zal maar alle drie even binnenhalen. We kunnen ervoor kiezen om gelijk een label voor aan te vragen. En met de label kom ik zo meteen even op terug. En een voormeldactie heet er dan. Nou, we halen ze binnen. Nou, en hier staan ze dan. Wat u kunt doen is in principe handmatig ervoor een bepaalde verzendmethode kiezen. Stel je voor dat je een dure order hebt. Of je wil het laten ophalen door DHL. Of het moet aangetekend worden en alleen aan het huisadres bezorgd worden. Of alleen huisadres. En het maakt niet uit wie het in ontvangst neemt. Dus die opties die de vervoerder biedt, die maken wij ook beschikbaar voor onze klanten. En de basic. Drie orders selecteren. Je ziet rechts ziet u dan een nieuw venstertje. Label aanvragen en u kunt ervoor kiezen om dat direct automatisch de label uit te printen. Dus wat er gaat gebeuren is, hij vraagt nu een trackingcode aan bij PostNL. Daarmee komt hij terug naar ons systeem. Wij zorgen ervoor dat er een labeltje wordt gecreëerd en dat in een PDF-bestand wordt weergegeven. Hier zien we dan dat hij dus. Hier zien we dan drie labels die ik zojuist heb aangevraagd. Nou, hier zien we dan de verzendadres. Dat kunt u ten alle tijde aanpassen naar eventueel een ander adres waarvanuit u opereert. Het ontvangstadres, ontvangstnaam en dat het via PostNL gaat en de ordernummer. Dat is eigenlijk een referentie wat u eventueel voor uzelf kan bijhouden. En aan deze kant ja, ziet u dan ook het logootje van uw bedrijf. Zo. Even kijken of die nou eruit gaat. Zo. Eruit. Dit is in de basic wat wij doen. Maar het is niet voldoende. Dit stukje hebben we uitgebreid met een automatische tracking systeem. Dus wij zorgen ervoor dat wij dat ook automatisch kunnen volgen. We zien hier heel veel labels die aangevraagd zijn. Nou, dat is een testaccount, dus je kunt de status in ieder geval zien. We hebben drie statussen. De voormeld, die grijs is. Oranje als het pakket onderweg is. En groen als het afgeleverd is. Dat geeft u binnen no time een bepaalde indruk van oké. Heeft u heel veel groene bolletjes, wilde zeggen alle pakketjes zijn afgeleverd. En dat kunt u binnen no time in één keer terugzien. Mocht het zo zijn dat er een klant, wat voor reden dan ook, die belt u op en die zegt nou, webshop X, ik kan mijn pakketjes nog niet ontvangen. Waar is die? Nou, heel simpel. Hup. Dan vraagt hij alle orders die er naar hetzelfde adres gaan of naar dezelfde naam. En u kunt de status daarvan terugzien. Nou, dit is al een veel gemakkelijker proces dan alleen maar handmatig alle gegevens één voor één over te tikken. Naam, adres, postcode, e-mailadres of eventueel telefoonnummer. Het zijn sommige voerders die ook nog een sms'je sturen nadat het pakketje aankomt. Nou, u kunt dus in principe ook nog de bedrijfslogo toevoegen. Dat heeft u zojuist gezien terug op de label. En de tracking wat wij als extraatje hebben. Ja, op het moment dat u een label heeft aangemaakt, dan kunt u de consument laten weten dat het pakket ingepakt is. En wordt later aangeboden aan de consument. Dus wij sturen op trigger-based e-mails, noemen wij dat dan. Dus voor elke status van het pakket wordt er een interactie plaatsgevonden richting de ontvanger. De e-mails kunt u volledig zelf bewerken.
Dat is meer een voorbeeld wat er uitgestuurd kan worden op het moment dat het pakketje is ingepakt. Ja, de naam en de company name, dat is natuurlijk ontvanger. En de company name, dat is uw adres en uw bedrijfsnaam. En dat kunt u volledig personaliseren. En dat bestaat dan ook voor meerdere statussen. Gericht voor verzending, is onderweg of afgeleverd. Nou, stel als het onderweg is, een klein voorbeeldje. Nou, het pakket is onderweg via PostNL bijvoorbeeld, de vervoerder. Onderaan dan een linkje om erop te klikken en uiteindelijk word je dan doorgelinkt op de pagina van de vervoerder. Het meest interessante wat ik hieraan vind, persoonlijk, is op het moment dat er een zending afgeleverd is, dat zorgt voor minder interactie tussen u en de consument. Want die belt u niet telkens op van, oké, waar blijft mijn pakketje? Want u houdt al bijvoorbeeld al de ontvanger op de hoogte. En als laatste wat u eventueel kan doen, is een e-mailtje uitsturen op basis van de laatste status, het is de afgeleverde status. Hier kunt u zelf erbij zetten dat een bedankje natuurlijk, het pakket is afgeleverd en een extra eventueel returner guest creëren die opnieuw terugkomt en die koopt nog een keer een koopt nog een product tegen een extra korting. Nou, maakt er een persoonlijke code van. De keuze blijft natuurlijk bij u. Dus dit is dus het stukje automatisch label aanvragen. En geautomatiseerd de consument op de hoogte houden dat het pakket onderweg is. Er zijn altijd webshops die het handmatige werk wat wij in principe, wat ik zojuist heb laten zien, niet willen uitvoeren. Die willen dan eigenlijk een stukje automatisering erin. Daarvoor hebben wij de Scan & Go module. Oh. Even kijken, ik ga wel even terug in de App Store. Nou, de Scan & Go module, daarmee zorgen wij ervoor dat de consument, dat de webshop gebruiker enkel een pakbon van SEOshop hoeft te scannen. En dat is het. Dan wordt er een automatisch label gecreëerd. Dan gaat een e-mailtje naar de consument. En er wordt een labeltje uitgeprint. U als gebruiker zijnde hoeft dan meer, ja, niet meer te doen dan alleen maar een pakbon uit te printen en te scannen. In de case study van Jax staat dat in principe ook tussen. Deze kunt u terugvinden als u de App Store onze app zoekt. Dus niet de Scan & Go app, maar de standaard app. Dus de Scan & Go, die bieden wij de eerste 30 dagen gratis aan. Daarna betaal je maandelijks €9,95. Dat is meer gericht voor de shops die 150 plus zendingen hebben. Ja, in onze case studies kunt u terugvinden op de App Store van SEOshop. Even kijken. Nou, dit is dus in de basic. Er zijn ook mogelijkheden. Een tijdje geleden heeft een klant van ons gebeld en die zegt, ja, ik gebruik alleen maar de import, maar ik krijg ook telefonische orders. Nou, dat is helemaal geen punt, want u kunt ook gebruik maken van een handmatige invulveld wat wij aanbieden. Hierin, laten we zeggen, we sturen een pakketje naar Robin. Robin die is verhuisd en die is nu in Eindhoven gevestigd. Nou, hij zoekt al automatisch, zoals je zag, de ontvangstadres, woonplaats. Nou, laten we zeggen dat we geen e-mailtje uitsturen. En hier kiezen wij dan voor voor een verzending via DHL. Nou, op zijn.
Hij is succesvol aangemaakt. We gaan het labeltje uitprinten. Het uitprinten kunnen we op twee manieren doen. We kunnen gebruik maken van een normale A4 printer. Of eventueel via een label printer. Er zijn heel veel, de grotere shops die maken gebruik van een Dymo, 4XL of een Zebra printers. Daarmee, dat is een iets sneller printer. Ja, goed, de kosten voor van een Zebra printer op een lange termijn zijn veel lager. Omdat hij niet elkens de inkt hoeft bij te vullen. Nou, en hier zien we dan een label van DHL. We zien de logo, ontvangstadres en de ontvanger. Ja, en de datum waarop het geshipped wordt. Ja, de koerier van DHL weet er iets van. Hij komt het ophalen en de dag erop wordt het netjes afgeleverd bij de consument. Ja. Zowel internationaal als nationale zendingen kan allemaal via onze portaal gebeuren. Nou goed, uiteindelijk zou je zeggen van, nou goed, wat kost het dan eigenlijk allemaal? Ja, hiervoor gebruiken wij verschillende staffels op basis van de grootte, de volume van de shop-eigenaar. DHL begint bij 5,20, 4,95 en 4,80 euro. Heeft hij boven dat soort, heeft hij boven 500 zendingen op maandbasis, ja, dan kunt hij eventueel contact opnemen. De jongens van de sales, die bedenken met u wat eventueel het beste bij u zou passen. En met PostNL precies hetzelfde. Begint bij 5 pakketjes op maandbasis, tot 300 en boven 300 gaan we dan voor een offerte. Beide vervoerders hebben zo hun eigen voordelen. En B-Post in België ook. De jongens van PostNL en DHL. Nou, ik begin even bij DHL. Het voordeel van DHL is dat zij een gratis pick-up hebben. Dat wil dus zeggen dat als u behoorlijk wat orders heeft, dan halen die jongens dat gewoon gratis dagelijks op bij u. Ze verwerken het en de dag erop wordt het afgeleverd. De jongens van PostNL hebben ook een ophaalservice, maar dan betaalt u wel een prijs voor. Voor overige prijzen kunt u nog eventueel contact opnemen met ons. Ja, het voordeel in principe wat je zou zeggen, ja, wilt u zelf flexibel blijven en de pakketjes ergens afleveren bij een servicepunt? PostNL heeft u een iets groter aantal aan zendingen en u wilt een vaste uren en tijden hebben waarop pakketten mogen opgehaald worden. Ja, dan is daar DHL het interessante voor. Zowel voor internationaal als nationaal. Internationaal heeft DHL een iets sterker netwerk, omdat het een eigen netwerk is. Zij geven pakketten niet af aan andere logistieke bedrijven. Alles wat zij verzenden, gaat via een eigen netwerk. Dus vrij sterk, binnen Benelux 2 dagen. En overigens, de PostNL ook al. Alleen bij PostNL gaat dat dan weer via B-Post richting België en eventueel via Deutsche Pakket. DHL Deutsche Pakket naar Duitsland of via Hermes of DPD. Hiermee, ja, en dan hebben we nog de B-Post. De B-Post zijn dan eigenlijk actief in België. En daarvoor hebben wij ook wat andere prijzen, zowel voor retourzendingen als heenzendingen. Valt dat onder dezelfde prijzen. Even kijken waar. Zo. Nou, en hiermee je zou als beginner zou je zeggen, nou goed, dat zou toch logisch zijn. Maar in meeste gevallen is dat niet het geval, want vervoerders die hebben geen koppelingen met shops.
En als ze die hebben, dan is het eigenlijk gericht voor een iets grotere, voor de grotere webwinkels. Het voordeel wat wij doen, is het combineren van van alle vervoerders, waarbij je dus ook geen contracten hoeft aan te gaan. Het enige wat je in principe doet, is een gebruikersovereenkomst met ons aangaan. Daarmee teken je voor, ga je akkoord voor de algemene voorwaarden. Dus maak je gebruik van SendCloud, ja, en dan betaal je voor een zending. Maak je geen gebruik van SendCloud, ja, dan betaal je daar helemaal niks voor. Hiermee eigenlijk de basis van het gebruik van SendCloud. Dus ik denk dat Robin, ik ben in dit geval in principe klaar. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ja, Sabi, bedankt voor de presentatie. Er zijn inderdaad wat vragen binnengekomen. We gaan ze er eventjes bij pakken en dan gaan we kijken Ja. wat we kunnen beantwoorden. Oké. Laat ik eventjes met deze beginnen. Hebben jullie ook al contacten met Dynalogic? Matthijs zegt namelijk, wij zitten in de fashion en zijn op zoek naar een vervoerder waar de koerier ongewenste producten direct mee retour van laten nemen. Deze optie biedt Dynalogic wel, maar helaas is deze nog niet geïntegreerd met SEO Shop. Het zou top zijn als jullie deze optie in zouden kunnen bouwen. Ja, met de jongens van Dynalogic hebben wij kort gesproken. Daar hebben wij nog geen integraties in principe mee. Het is in eerste instantie wilden wij een iets grotere markt pakken. En daarbij past in principe PostNL en DHL. En voor de niche zijn we niet gegaan. Ik zal. Er is wel meer vraag naar gekomen vanuit de markt naar ons om eventueel de gebruik te om eventueel Dynalogic aan toe te voegen. Maar momenteel, nee, hebben we niet. Dus wellicht in de toekomst. Ik kan je niet een bepaalde tijdsduur geven, maar dat gaat nog wel komen. Het staat in principe in de lijst dat wij toe willen. Oké, nou super. Goed om te horen dat daar aan gewerkt wordt. Misschien moet ik het ook eventjes doorgeven bij onze business development afdeling. Dat er iets is met in Dynalogic. Dat ze er eventjes naar kijken wat de mogelijkheden daarin zijn. We gaan even verder. Is het mogelijk in de combinatie SEO Shop SendCloud in te stellen dat in de Belgische shop enkel BP Post gekozen kan worden en in de Nederlandse PostNL? En straks, als jullie eenmaal in Duitsland zitten, de Deutsche Post. Is dat mogelijk om dat zo in te stellen? Of hoe loopt dat? Ja, je kan in jouw checkout kan je eventueel ervoor zorgen dat er bepaalde orders dan. Nou goed, exact is het niet in te stellen. Dus daarvoor moet er een aparte een checkout voor jullie gebouwd worden. Dat doen dan de jongens van SEO Shop in dit geval. Wij doen dat volgens mij niet zelf. Het kan wel Ja. ingebouwd worden, maar dat zou dan maatwerk zijn. En Ja, inderdaad. Dus dat dan doet moet SEO Shop echt niet, aan de even voor de maatwerk. duidelijkheid. Ja, dus ja, dat kan inderdaad. Alleen ja, goed, dat is dan wel maatwerk. Waarbij dus in principe al gelijk de juiste verzendmethodes voor je gekozen worden. Er moeten bepaalde gegevens doorgezet worden. En die wij uit de checkout van SEO Shop eruit kunnen en mogen halen. Ja. Nou, Rob is volgens mij inmiddels al weg. Ik zal hem zo meteen nog even wel per e-mail benaderen. Maar zijn vraag is ook interessant voor de rest van de mensen. Is het mogelijk om een review URL toe te voegen aan de trigger-based e-mails die je eerder liet zien? Dat kan, zeker. En dat raad ik zelfs aan, want juist bij de laatste mail, wij merken juist dat er bij de laatste mail heel veel de mails die er, de linkjes die erbij worden gezet, of de kortingcodes, die worden heel vaak gebruikt. Dus op het moment dat het pakketje wordt afgeleverd en je bent, laten we zeggen, op werk,
dan ga je toch dat e-mailtje openmaken. En dan denk je, hey, ja, nou, perfect. Pakketje is afgeleverd, je bent zelf blij. En je denkt, nou, ik word nog ook zelfs op de hoogte gehouden. En daarbij nog een linkje erbij om voor een review of eventueel een extra kortingcode erop. Perfect. Dus dat kan. Oké, okay, nou, super. Fijn om dat te horen. Nou, de volgende is van Peter en die is gevestigd in Frankrijk. En die is benieuwd, komt SendCloud ook naar Frankrijk? Zo ja, wanneer? Ja, SendCloud komt, ja, die gaat binnenkort vanuit Nederland, Duitsland, België richting Frankrijk. Op de roadmap staat het voor ons op Q1 2016. Dus de eerste kwartaal van 2016 staat Frankrijk op de planning. Oké, nog andere landen toevallig die tegelijkertijd worden gedaan of op ondertussen? Nee, we zijn nu dus, we willen dus in augustus gaan we dus echt live in Duitsland. En zodra Duitsland loopt, dan gaat het richting Frankrijk. En nou goed, we nemen ook nog eventueel Engeland als een optie. Dus nou goed, dat zijn eventueel twee landen, maar in principe gaat het meer richting Frankrijk. Dus Frankrijk Q1 2016. Oké, okay, nou, dan weten we dat. Yes. Even kijken. Nou, dit weet jij waarschijnlijk. Dit klinkt onbekend voor mij, maar de vraag is, werkt SendCloud samen met PostNL? Bijvoorbeeld, pak je gemak. Ja. Op welke manier? Oké, SendCloud werkt met SEO Shop PostNL pak je gemak. Dat is een aparte module wat geïnstalleerd moet worden. En hoe het werkt, wellicht is het makkelijker om meteen uit te leggen hoe dat werkt. Heel veel van de ontvangers die willen hun pakketje bij een afleverlocatie ontvangen. Dus bij een pick-up point. En dat kan dan bij PostNL, is het, laten we zeggen, de postkantoren of de Albertijns. Ik hoorde laatst dat er eentje bij in de Gamma zat. Bij de checkout wordt er gekozen voor, oké, nou, ik wil mijn pakketje afgeleverd hebben bij dichtstbijzijnde pakketpunt binnen mijn postcode. Ja, oké, komt er een locatie kiezen naar voren. Eigenlijk zie dat voor als een Google Maps, waar heel veel puntjes van, waar heel veel postkantoren worden afgebeeld. Nou, je kiest een postkantoor waar je het wilt afgeleverd hebben en, nou goed, en dan wordt het pakketje daar afgeleverd. De dag erop. Of op een andere tijdstip wanneer de gebruiker dat of de consument dat zou willen. Als daar meer vraag naar is, of eventueel een beschrijving hoe je de pakje gemak kan installeren in je SEO shop, ja, laat me eigenlijk even gerust contact opnemen met mij. Mm-hmm. Dan kan ik dat eventueel voor ze uitleggen. Oké, ik zie even je presentatie niet. Waar zouden mensen contact met je op kunnen nemen? Ze kunnen in principe ten alle tijde een e-mailtje sturen via contact@sendcloud.nl of meteen bellen. Oké, super. Ja, ik stel voor dat we doorgaan met de volgende vraag. En die is, voor B-post moet je een verzendadres in België hebben? En wat zijn de tarieven van verzendingen naar België vanuit Nederland? Vanuit Nederland naar België gaat het dus of via PostNL DHL. En in België zou je inderdaad een adres moeten hebben. Om een B-post label uit te printen. Dat is niet zo'n probleem, want het enige wat je hoeft te doen is in ons systeem de verzendadres van de gebruiker in te voeren, als je dus iets retour wilt sturen. En als ontvanger vul je je eigen adres. Oké. Ja, dus ja, dat als verzender voer je dan de adres van de consument die iets retour wil sturen. En als ontvanger voer je dan jouw eigen gegevens in, waardoor je dus zo'n B-post label kan uitprinten. Vanuit Nederland naar België
begint het vanaf 9 euro. Standaard tot 30 kilo. En het wordt aangetekend en verzekerd verstuurd. Oké, prima. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Als eerst een complimentje. Prachtig systeem. Dan de vraag. Wij zijn een grote webwinkel. 600 tot 1000 pakketten. En gaan zeker in gesprek met jullie salesafdeling. Oh, ik zie dat het geen vraag is. Het lijkt gewoon een veelbelovende persoon te zijn. Dat betekent van Gerjo waarschijnlijk nog wel een belletje. We gaan naar de volgende. Wanneer je minder dan 5 pakketten per maand verstuurt, betaal je dan ook minder voor 5 pakketten? Of ja, meer, hoeveel ja, pakketten nee. werk je? Nee, je betaalt. Nou, de reden waarom wij die 5 pakketten erin hebben gezet, is dat wij in eerste instantie kregen wij ook zo nu dan particulieren die zich aanmelden via de website. Nou, dat wilden wij dus niet meer hebben. Dus we dachten, nou weet je wat, wij zorgen ervoor dat het vanaf 5 pakketjes hoger is. Dus nee, je betaalt standaard €5,75 voor PostNL. Dus je kan als een beginnende webshop, ook al heb je één pakketje per maand, je kan daar gebruik van maken. Zonder dat er extra kosten worden bijgerekend. Oké, prima. Yes. Even over het ophalen van DHL. Vanaf hoeveel stuks per maand of per keer wordt dat gedaan? DHL standaard eist in principe 5 pakketjes per ophaalsessie. Wij hebben daar andere afspraken mee. Vanuit ons kant is het eigenlijk 2 pakketjes per ophaalsessie. Je kan het ophalen kan op vaste dagen plaatsvinden en vaste uren. Of je kan ook een pick-up inschieten op dagbasis. Het moet wel voor 3 uur gebeuren. Als je voor 3 uur iets laat weten, dan wordt het op de dag zelf opgehaald. En ja, goed, vanaf, ja, mocht je een zeer variabele manier hebben van verzending, dat je de ene dag helemaal niks hebt en de ene dag weer 50, ja, dan ken je het meest makkelijke om door simpelweg te zeggen, hey, neem contact met ons op en wij zorgen voor de pick-up. Oké, prima. Oké, en dan nog even, gaan we weer even terug naar België. Verzendingen die naar België worden gestuurd, kunnen die ook opgehaald worden of moeten die afgeleverd worden op het postkantoor? Die kunnen zowel opgehaald worden als afgeleverd worden bij een postkantoor. Als je wil dat die worden opgehaald, ja, dan zit wel een bepaalde toeslag aan gekoppeld. En daarbij is het is heel erg variabel. Bpost die rekent bepaalde tijden en per tijdvak een aparte prijs. Dus mocht de gebruiker eventueel informatie willen opvragen, dan ja, verwijs ik toch wel van haar telefoonnummer of e-mailadres. Oké, prima. Heb je ook DHL, is DHL ook beschikbaar voor Belgische webwinkels of winkels die zich in België bevinden? Of is dat alleen Bpost op dit moment voor in België, vanuit België? Momenteel is het alleen Bpost in België. Oké, mag ik vragen of daar plannen zijn om dat verder uit te breiden in de nabije toekomst of niet? Ja, er zijn plannen. Echter kan ik jou niet vertellen of dat Bpost zal worden of als een DHL gaat worden of een ander vervoerder. Oké, prima. Want er wordt namelijk ook in dit geval gevraagd over UPS. Of die of daar al iets bekend over is of dat op de UPS heel sterk in het internationale zendingen. Daar, ja goed, met de jongens van UPS hebben we wel gesprekken gehad. Misschien, wellicht zal dat in de toekomst nog plaats gaan vinden dat wij ze gaan integreren. Er is op dit moment nog geen uitsluitsel erover. Oké, prima. Even kijken, doen jullie ook, want we hebben het nu al natuurlijk over webwinkels en die versturen pakketjes, maar doen jullie ook aan briefpost internationaal of niet? Ja,
Misschien dat ik dat als even als demootje kan laten zien. Je kan via onze platform briefpostlabels aanmaken. Of een omgekeerd label heet dat dan. Maar ja, goed, deze dan, die moet je dan wel zelf gaan frankeren. Dus het is niet zo dat wij extra korting kunnen geven op frankeren van labels als briefpost. Ja, dus het is mogelijk om een brief of label uit te printen in bulk of in één label. Oké, prima, prima. Even terug naar de vraag. Waar zijn ze gebleven? Hier zo. Er wordt mij gevraagd of er ook kosten zijn. Wat zijn de kosten die aan jullie betaald moeten worden? Of zijn de prijzen gewoon all-inclusive? De prijzen zijn all-inclusive, dus wij rekenen geen andere. We hebben geen fixed prices of fixed fees wat je moet betalen. Je betaalt enkel voor een pakketzending. En that's it. Dus we willen zo transparant mogelijk blijven. We willen het niet moeilijk gaan maken door maandbedragen of iets dergelijks aan te laten betalen. Nee, simpel voor een pakketzending betaal je en that's it. Oké, wel even voor de duidelijkheid, dat is voor de gratis SendCloud-app en voor de SendCloud Scanning Go-app betaal je als het goed is 9,95 per maand, toch? Zonder extra Ja, kosten erbij. Oké, prima. Frank die vraagt eventjes iets verder door over de briefpost die je net liet zien. Of dat ook automatisch via SEOshop kan geregeld kan worden. Hij vraagt dus zijn vraag is dus klopt het dat het niet automatisch via SEOshop kan en dat je ze dus handmatig in moet vullen? Klopt dat of niet? Kan het ook? Nee, dat klopt in principe niet. Ik zal even een korte demo geven. De SEOshop importer. Wat je doet is, we kijken, offering label, up. Automatisch het label aanvragen en importeren. Zo. En als het goed is, zie je dan hier drie labeltjes. Klik, klik, klik. Venster weghalen. Go. PDF-bestandje. En je ziet hier de briefpostlabels met de Kikscode. In de Kikscode is eigenlijk de ontvangstadres verwerkt. Dat zorgt ervoor dat de aflevermogelijkheid veel groter is. Oké, nice, nice. En zit daar ook een trace code bij voor briefpost? Nee, voor de briefpost zit geen track and trace code aangekoppeld. Oké, kan het handmatig erbij gedaan worden of ook niet? Ja, ik denk dat Frank bedoelt de briefpostpakketjes. Dat is niet mogelijk via ons. Oké. Dat zijn de vragen. Oh, daar komt nog even een vraag binnen. En de vraag is: komen er extra kosten bij wanneer je een handtekening of verzekerbedrag instelt? Worden daar extra kosten voor gerekend? Ja, er komen extra kosten op. En dat zijn in principe de standaardkosten die de vervoerder doorberekent. Zo kun je bijvoorbeeld bij DHL-kosten een verzekering tot €500, €1,50. Handtekening voor ontvangst kost 50 cent. Dus er komen wel inderdaad kosten bij. Zo is er bijvoorbeeld wel een vervoerder, dat heet dan DPD. Die staat er niet tussen. Die jongens die versturen alles standaard, zowel aangetekend als verzekerd binnen één tarief. Oké, prima. En waar zijn deze te vinden, deze jongens? Zou je dat eventjes kort in een demo kunnen laten zien? DPD kun je in principe als je daar eventjes contact opneemt met ons, dan kunnen wij eventueel dat voor jou regelen. In principe is DPD nog niet een volledige partner. Oké, prima. Nou. Marco, dus nog eventjes contact opnemen met de supportafdeling van SendCloud.
Dan gaan ze je verder helpen. Dat lijken alle vragen geweest te zijn. Ik wil, Sabi, ik wil jou, ten eerste wil ik jou bedanken voor het geven van het webinar. Heel informatief, heel duidelijk, heel goed. Ik wil alle deelnemers bedanken voor het meedoen aan het webinar. Zoals beloofd, mochten jullie iets gemist hebben, jullie krijgen zo snel mogelijk de opgenomen versie opgestuurd. En ik hoop jullie natuurlijk zo snel mogelijk in een van de volgende webinars weer terug.